Hier ligt hij, te midden van andere scheepjes. Een prachtig zeilbootje. Hoewel het nu een beetje groen is uitgeslagen en ook niet meer helemaal recht in het water ligt. Heel leuk bootje, maar geen eigenaar. Dus we hebben nu eigenlijk ook al 2 jaar dat we er procedure staan dat we rode stickers opplakken. Met de vraag of de eigenaar zich bij ons wil melden. Maar tevergeefs. De eigenaar heeft nog niet van zich laten horen. En dat kunnen de lokale vissers maar niet begrijpen. Het zou wel. Maar ja, dat die man niet weghaalt aan hij. Is jatwerk. Er zit een hoop onderhoud aan en het kost allemaal heel veel centjes natuurlijk en zo. Dus ik dacht, nou, die is verwaarloosd. Die komt vandaag al morgen wel weer. Maar ik zou gewoon eens zo'n bootje willen hebben. Dat ik zou geen laten verwaarlozen hier ook. Nee, ik vind het echt erg. Het is een doorn in mijn oog. Jou niet, Frans? Ja. Hé? Het is verschrikkelijk. Ja, er zit een verhaal achter dit scheepje. En het is natuurlijk heel intrigerend om uiteindelijk te weten, misschien wel een heel groot drama. Wie weet. Als je die mensen wel overleden. En dat die maar geen kinderen had. En die kinderen, of dat de familie geen eens weet, dat die maar een boot heeft. Dat kan ook. Het bootje moet voor 1 april weg, omdat de haven dan wordt uitgebaggerd. Als de eigenaar zich niet meldt, dan mogen liefhebbers zich melden bij het havenbedrijf. Het is natuurlijk doodzonde om zoiets te slopen. Het is ook leuk om daar een nieuwe eigenaar voor te vinden. Is dat voor u? Nee, dank u wel, mevrouw. Nee. Ik kom hem niet halen. U mag hem zo meenemen.